Na de machtsovername in 1980 was Nederland het eerste land dat de coup erkende. Zo begon Ivan Granoux, gewezen minister en chefstaf van het Nationaal Leger en Militair Gezag, zijn betoog. Granoux was gisteravond de inleider tijdens de lezing die georganiseerd is in het kader van de herdenking van 40 jaar revolutie, de dag der bevrijding en vernieuwing. In een tot de laatste plaats gevulde congreshal ging hij in op de resultaten van 40 jaar revolutie. De inleider voerde zijn gehoor terug naar 25 februari 1980, waarbij volgens hem twee documenten zijn gebruikt om een visie neer te zetten hoe het land verder te ontwikkelen. Het eerste document was het Surinaams volkslied. Hey, een volkslied voor ons. Er zit zoveel kracht in, zoveel waarheid in. En tegelijkertijd geeft het ons aan wie we zijn en wat van ons als Suranamang verwacht wordt. Dat is ons volkslied. Het tweede document is het document dat heet het Manifest van de Revolutie. En ik wil u enkele belangrijke pijlers van dit manifest voorhouden. En ik wil daarom citeren uit de regeringsverklaring van 1 mei 1980, Arbeidersdag, op bladzijde 24 van de regeringsverklaring, en ik citeer, staat: de toekomst van dit land ligt in onze handen. Stel u in slagorde op om schouder aan schouder met uw regering te arbeiden aan de vernieuwing van dit land. Granoux vervolgde zijn inleiding met het op een rij zetten van de regeerperiode vanaf 1980. Hij haalde aan dat alle Suranamangs hun geschiedenis moeten kennen. Als jij je geschiedenis niet kent, ben je geroepen om in de toekomst verkeerde beslissingen te nemen, gaf hij zijn gehoor mee. De inleider bleef ook stilstaan bij het in beslag nemen van de 19 miljoen euro en het vonnissen van de president. Nederland kondigt aan dat ze belangrijke informatie over die periode opsluit. In mijn klein beetje wetskennis kun je vermoeden dat het gaat over die persoon, dat er daar informatie kan zijn die jij opsluit. Ik moet eerlijke rechtspraak doen hier. Dan kan ik niet veroordelen. Maar die bitterheid die we hebben hier, weet je, dat ik hier was, ik ga Holland, ik ga aan het raconten, laat dat ding voor de mensen die hier staan, zonder bitterheid. Want we willen ook recht, wet en recht. We willen dat, daar gaat het niet om. Wanneer men praat over corruptie, we willen ook geen corruptie. Begrijp je? Wanneer ik praat over corruptie, Granoux's naam wordt niet nu, vanaf 80, genoemd in corruptiezaken. Carifesta. Prachtig ding hebben we hier georganiseerd. De hele wereld was mooi. En we vinden corruptie, 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 corruptie. Naschoolse, prachtig ding. Bouten ze even zeggen, als het corrupt is, stuur het naar de justitie. Laat ze onderzoeken. Ik weet dat men bezig is, omdat ik geroepen word, ben om bij de rechtercommissaris, ik heb gezworen dat ik de waarheid ga zeggen, ga meewerken. En met naschoolse zijn ze bezig. En ik heb aan de rechter toegezegd, ze kunnen me wekken 2 uur in de nacht om opheldering te geven. Ivan Granoux gisteravond tijdens de lezing georganiseerd door het Nationaal Informatie Instituut. Deze lezing is gehouden in het kader van de herdenking van 40 jaar revolutie, de dag der bevrijding en vernieuwing.